Hallo, hallo, leuke mensen. Lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een leuke, spannende, sensationele updates video. Wauw. En deze video ga ik in het heel kort vertellen wat ik heb, iets nieuws voor jullie, wat jullie kunnen invullen, een vragenlijst. Ik ga het hebben heel kort over DisneyCraft en over mijn website. Nou, we beginnen maar even met DisneyCraft 2.0. Wat is nou precies het punt? We gaan dicht en we weten nog steeds niet welke datum. Maar we raden aan om de mensen nog eventjes geen maand VIP te geven. De mensen die wel een maand VIP kopen, die geven we een maand terug nadat we dus gesloten zijn. Dus we gaan een maand dicht en daarna geven we jullie nog een extra maand extra. Dus, maar luister goed, de VIP plus en de VIP plus die blijven gewijdlist. Is dat nog niet het geval dat je gewijdlist bent en de server is uit? Dan moet je mij gewoon mailen via vincentberitjes@gmail.com. Je ziet het onder in de beschrijving welk e-mailadres. Maar we proberen iedereen te whitelisten die VIP+ of VIP++ heeft. Dus oftewel als de server dicht is, kan jij gewoon nog spelen en kijken hoe wij bouwen aan Disneycraft 2.0. We gaan even door, want uh, we gaan even verder aan de website. Nou, jullie kennen de website inmiddels wel. Ik ben bezig aan, met onderhoud aan Disneycraft.nl. Dus daar komt ook een hele nieuwe website voor. Wordt ontzettend gaaf. Dat betekent dus dat Disneycraft voor een klein deel verdwijnt van de vinster.nl. Maar voordat dat het gebeurt, het duurt nog wel eventjes een, uh, een paar maanden. Dus uh, jullie krijgen vanzelf zelf nog een update video hiervan. Nou, als ik even kijk naar de website waar ik het over had. Want ja, dat had ik jullie beloofd om even te kijken daarop. Dan zien jullie dus. Dit als volgt, als jullie gaan bij het tabblad Disneycraft en je klikt op Disneycraft 2.0. Op deze website, op deze pagina, kan je dus zien wanneer er een datum beschikbaar is, wanneer het park dicht gaat. Zodat jullie weten van, oh, de server wordt gebouwd, uh, er, wordt, er wordt hier en daar wat dingen aangepast. We kunnen niet op de server, als we wel een VIP plus of VIP plus plus hebben, dan kan je wel gewoon lekker spelen op de server. We hebben dit gedaan omdat we niet... Heel veel druk te willen op de server als we bouwen. We vragen ook altijd aan mensen: willen jullie niet in de weg zitten als we aan het bouwen zijn? Want als we grote dingen zoals world edit willen doen, dan willen we gewoon een beetje doorwerken. En dat is eigenlijk het punt. Um, nou ja, jullie zien hier al een van de vele verrassingen aan de foto die je hier ziet. En ook als je in het spel binnenkomt, zal je een aantal dingen zien. Uh, dat inderdaad, uh, we hebben nieuwe skins hebben ingekocht. En we gaan nog veel meer uh, doen. Dus dat wordt zeker een leuke verrassing voor jullie. En het leukste is nog wat ik nu wil toevoegen aan deze video: is dat er een vragenlijst is. En die vragenlijst kan je beantwoorden door op de link te klikken onder in de beschrijving. Je komt dan op de volgende website. En daarin zitten een aantal vragen die over mijn kanaal gaan. En uh, wat jullie graag nog op mijn kanaal willen zien, is best belangrijk voor mij en voor anderen. Zodat ik weet van wat vinden jullie nou leuk op mijn kanaal? Nou, bijvoorbeeld een vraag: op welk kanaal ben je geabonneerd? Er zijn vragen zoals, welk, uh, als je op mijn vlogkanaal bent geabonneerd, welke karakter zie jij het liefst voorbij komen? Het zijn gewoon hele korte vraagjes. Het zijn er maar zeven. Uh, dus uh, ik zou zeggen, kijk eventjes en dan, uh, ja, dan hoor ik het van jullie zelf. Laat zeker ook een reactie achter hier als je nog een vraag hebt. Ik probeer ze bijna allemaal te beantwoorden of stuur anders even een e-mail. Jullie krijgen vaker van deze updates video, dus hou mijn kanaal zeker in de gaten voor meer van deze updates. En binnenkort een hele vette video op mijn kanaal. In het theatershow. Meer verklap ik niet. Nou, tot de volgende keer, mensen. Doei doei.